We gaan het vanmorgen hebben in Café Tinto over verslavingszorg, 15 jaar ter wille. Verder hebben we glaskunst hier in de studio. En we hebben weer de nieuwste muziek met Leon van Steensel. Welkom bij aflevering 378 van Café Tinto. Een heel bijzonder goedemorgen. Welkom bij Café Tinto. Ik verslik me bijna in het woord. Ik heb het nog nooit gezegd. Het is tenslotte aflevering 378 al. Vanmorgen heb ik hier te gast Erik de Vos. Hij is directeur van verslavingszorginstelling. Ik weet niet of dat een mooi galgje woord is. Terwille moet ik zeggen. En jullie bestaan 15 jaar. Aan de ene kant is dat een felicitatie waard. Aan de andere kant zou je zeggen, bestonden jullie maar niet. Was het maar niet nodig. Toch? Ja, dat is de ene kant zo. Maar aan de andere kant is dit probleem er al heel lang. En zijn er met heel veel aanbieders. En in die zin ben ik wel blij dat we er zijn. Ja. Verslaving, zou het van alle eeuwen zijn? Ik heb me het wel afgevraagd. Zou in het Oude Testament of in de Bijbel, zijn er dingen te duiden? Zeg van, maar toen was er ook over pornoverslaving of nou, noem maar op. Nou, er staat wel een heel mooi episode in Spreuken 23. En daar zou je de laatste verse eens van moeten zien. Maar daar wordt eigenlijk een alcoholist beschreven. De gedachte van een alcoholist, want ja, met wijn waren ze wel bekend. Maar ook teveel wijn, dat was ook wel bekend. Maar we hebben altijd gedacht, van, er staat niks over verslaving. Maar Spreuken 23 geeft precies weer hoe een verslaafde 's morgens wakker wordt. Dat is, een alcoholist. Dat gaat er gevloeid in het spuuggif als een adder, geloof ik. En dan zegt hij allerlei vervelende dingen daarover. En dan zegt hij als laatste regel, doe me toch maar een glas wijn. Want ik kan niet anders. Ja. Nou, we hebben het over verslavingszorg met jou. En verder hebben we nieuwe muziek. Leon van Steensel is weer bij ons. En je hebt weer cd'tjes meegebracht. Ik heb ze hier afhandig gemaakt. Ja. Vandaag, muziek van. Jij mag ze aan ons even kort presenteren. Een nieuwe jonge attack van Hillsong. Hillsong bekend natuurlijk. Maar ze hebben een nieuw project gestart, speciaal voor jongeren, Young and Free. En wat is jong? Welke leeftijd moet je dan denken? Nou, dan praat je over 11 tot 18. 11 tot 18. Dus wij zijn helemaal in de doelgroep. Dat is dit. Ik denk dat het een beetje aanpassingsvermogen vraagt vanochtend. Oké. Okay. En een andere is Sarah Groves. Ja, een singer-songwriter. Hele rustige, intieme muziek. Ja. En zij is toe aan alvast een balans opmaken met een verzamel-cd. Hoeveel albums heeft ze tot nu toe gemaakt? Want ik ken Sarah Groves van, geloof ik, 3 albums, maar het zijn er meer. Het zijn er behoorlijk wat meer inmiddels. Ik denk dat ze nu aan de 9e toe is zo'n beetje. Meen je dat? Ja. Nou, dan heb ik een paar jaar gemist. Nou, jij praat ons zo direct weer bij. Ja. En ook hier in de studio, Wout Zijp, hij is glaskunstenaar en je hebt je gereedschap meegenomen, Wout. Ja. Wat ga je doen vanmorgen? Ja, ik kan wel uitleggen over wat ik doe met glas. Ik kan het laten zien straks een beetje. Oké, okay, dus en je gaat het voelen. Ik kan uitleggen waarom ik het doe. Dus dat is, ja. We hadden het er gisteren met elkaar even op de redactie over een glaskunstenaar. Je hebt mensen die doen hele kunstige dingen. Nou, op die foto daar zien wij glasscherven. Maar dat is geen kunst, hè? Dat afhankelijk hoe je ze neerlegt, toch? Oké, okay, als je ze goed opstapelt, dan nee, dan kan maar het heel goed, kunst, wat is kunst? Dat is natuurlijk. Daar kun je eindeloos over doorpraten. Ja, daar hebben we volgens mij geen sluitende definitie voor. Nee. Maar dit is wel kunst. Volgens mij hoeven we daar niet over Dank te discussiëren. We praten straks verder en dan ga je het een en ander toelichten. Ja. We hebben straks ook nog even telefonisch contact met iemand van de Christelijke Hogeschool Ede. Over een open dag die er weer aan zit te komen. Want ja, het wordt weer voor heel veel ouders en hun kinderen de zoektocht. Welke opleiding gaan ze volgen? Nou, we gaan met iemand spreken en ontdekken hoe die open dag eruit ziet. Dat is Café Tinto. En heren, hartelijk welkom in deze uitzending. Dank u wel. We leggen elke dag de vraag neer bij onze gasten. Welk nieuws raakt jullie? Jullie hebben allemaal krantenknipseltjes meegenomen. Ik ben heel nieuwsgierig wat jullie berichten zijn. Leon, wat heb jij... Jij bent van het digitale tijdperk, hè? Ja. Jij hebt geen ouderwetse krant meer. Speciaal een printje voor moeten maken, inderdaad. Ja, nee, je bent papierloos. Ik heb wel een krant thuis.
daar had ik de afgelopen dagen nou niet iets wat er echt voor me uitsprong. Maar er was wel een nieuwsbericht wat ik op internet langs heb zien komen waarvan ik denk, hé, dat pakt me wel. Waarvan ik ook denk, van dat past misschien ook wel heel goed bij de tijdgeest. Er is een aantal jongeren in Amerika die bedacht heeft om een musical te gaan maken over het leven van Jezus. En in plaats van muziek te gebruiken die mij dan zou aanspreken, hebben ze gedacht, weet je wat, we doen de muziek van Britney Spears. Oh. Dus het zijn alle liedjes en hits van Britney Spears die eigenlijk gekoppeld worden aan het evangelie. Nou, Britney heeft wel een christelijke achtergrond. Ze heeft een christelijke achtergrond, maar ik geloof dat die al vanaf de allereerste hit op de achtergrond juist moest zijn. Dus ja, daar, in de muziek kom je dat niet zoveel tegen. Eigenlijk helemaal niet. Maar is dat niet dan een soort versie zoals wij in Nederland de Passion kennen, zoals de EO hem uitzendt? Nou ja, dat wou ik inderdaad net zeggen. Inderdaad. Het is hetzelfde concept een beetje. Maar in dit geval heet de musical zelfs Spears. Dus er wordt echt wel heel duidelijk op de figuur van Britney Spears ingezet. Dus het is niet zo dat je maar achteraf denkt, oh, dat liedje paste heel goed bij de kruisiging van Jezus. En dat heeft me iets doen beseffen. Van wie is dat? Dat zou je hier nooit lijkt me wel een spannende, want kun je alle liedjes van Britney zomaar inzetten om dat verhaal kloppend te krijgen? Of? Ik heb geen idee, dat moet dus nog gaan blijken. Want het concept staat inmiddels. Ja. En de jongeren hebben besloten om een crowdfunding campagne te gaan houden. Dus het publiek. Heb je al gestort? Nee. Ah joh. Het heeft je nou niet zo gepakt dat jij meteen... Nou, het idee pakte mij omdat ik denk van, goh, hoe gaan ze dat nou aanpakken? Maar, jij gaat het heel nieuwsgierig volgen als muziek. Ik ga het wel nieuwsgierig volgen, maar ik heb er nog niet zo'n vertrouwen in dat ik denk van, dit gaat hem worden. Oké, je hebt er nog niet meteen de klik dat je denkt van, dit wordt nou een bijbelgetrouw verhaal. Ik kan ze wel wat betere tips geven, misschien qua... Oké. Wout... Je hebt een krant, ik heb de trouw van het weekend. Ja. Van dinsdag 19 oktober, sorry. En er was een stukje van Marco Derks, een theoloog. Hij is ook homo en hij is christen. En het ging me niet om het hele standpunt van homofilie. Ging het nou helemaal niet, mij niet om. Maar wat hij hier beschrijft en wat in het stuk staat dat hij zegt, ik moet steeds alles uitleggen. En wat hij hierin schrijft is dat... Hij vertelt, als ik bij seculiere homoseksuelen zeg dat ik ook christen ben, dan krijg ik vragende blikken. Want hoe gelovig ben ik dan eigenlijk? Maar zegt hij, zij verbaast zich erover dat ik het geloof beschouw als een essentieel onderdeel van mijzelf. Maar onder gelovigen van de behoudene snit is het precies andersom. Die zeggen dan, hoe kun je homo zijn? En hij zegt hier, ik moet me eigenlijk steeds verantwoorden. Ja. En over mijn identiteit. En dat is wat mij ook in de... Wat mij steeds, laatst zet ook steeds meer. Ook vanuit christelijke kringen. Dat we elkaar zo de maat nemen over hoe we geloven. Dat we maat nemen of we het wel goed doen. Dat we echt ons zo vaak opstellen als rechters. Over hoe iemand anders erin staat. En ik merk dat me dat van binnen verscheurt vaak. Ja. En dat er zoveel uitsluiting in staat. Genadeloos kun je zijn. En ik moest ook... mijn vrouw en ik lezen 's avonds voor we gaan slapen een psalm. En toen las ik in psalm 35 vers 1 in de Nieuwe Statenvertaling. En dat David roept. Heer, roep ter verantwoording die mij ter verantwoording roepen. En dat vond ik zo mooi eigenlijk. Hij zegt... Bestrijd wie mij bestrijden. En dus David zegt het hier ook. Van de manier waarop je de ander ter verantwoording roept, dat kan ook een wijze zijn om een ander schaakmat te zetten. Mm-hmm. Je als God op te stellen en je doet het niet goed. En het zit ook de zalig prediking, oordeel niet omdat je niet geoordeeld wordt. En je ziet dan ook vaak dat het gewoon een soort sneeuwbal is wat dan doorgaat. En ik heb dan vaak het gevoel, ja, op die manier wordt het lichaam van Christus vaak een beetje stuk gemaakt. Een beetje doodgemaakt. En dat is wat ik dan vaak ervaar. Ja. En het gekke is, je ziet het bij veel christelijke gemeenschappen. Of gemeenschappen over elkaar.
Maar je ziet het ook in de seculiere gemeenschap. Zijn we niet eigenlijk allemaal van hetzelfde laken gescheurd, dat we altijd een oordeel over de ander hebben en onszelf als norm nemen? Ja. Er zit een les in. Ja. En wat is jouw bericht, Erik? Ja, die was van afgelopen zaterdag uit het ND. En dat trof me wel, dat een burgemeester blij was met 400 inwoners. Nou, snap ik dat hij daar wel blij mee is als dat extra is. Maar dit betroffen asielzoekers. Hij krijgt er 400 bij. Nou ja, die 400 gingen niet weg. Daar kwam het eigenlijk op neer. Okay. Het Sint-Anna-parochie. En de burgemeester die is eigenlijk blij, zeg maar, met die 400 asielzoekers. En wat mij opviel, was dat hij de kans kreeg om toch behoorlijk te integreren. En dat vind ik een ander bericht dan we de laatste tijd zien, waarin eigenlijk de grenzen wat dicht moeten houden. Maar wij wel een verantwoordelijkheid hebben. En hier is een Syrische chirurg die dan zijn praktijk hier niet kan uitvoeren, maar wel zwemles kan geven aan Somalische kinderen. En daaronder staat een stukje dan dat asielzoekers wel weer vrijwillig aan de slag mogen. Nou, dat vind ik wel een ander signaal dan we jaren gehad hebben. Ja. Dat vind ik wel dus mooi. Waarschijnlijk is dit er ook altijd wel geweest, maar heeft het minder aandacht gekregen ook in de media? Nou, in Sint-Anne-parochie heeft het zo gefunctioneerd. En ik ben blij dat dat dan ook een beetje media-aandacht krijgt. Ja, want bij heel veel AZC's voormalige AZC's zag je van not in my backyard. Hè? Daar willen we eigenlijk niet mee geconfronteerd worden. Bij een ander wel, maar niet bij ons. Ja, hier zegt een mevrouw die eigenlijk er tegenover woont met een grote boerderij. Die heeft die boerderij gekocht op het moment dat het AZC er eigenlijk neergezet werd. En die zegt, ik zet mijn fiets niet op slot. En deze mensen zijn echt hartstikke welkom en doen hartstikke leuk mee. Ja. Nou, dat vond ik een ander signaal. Vond ik mooi. Dit is ook volgens mij weer hoe jij naar de wereld lacht, zo lacht de wereld in jou. Ja. Ja, dat zit hier misschien ook wel in. Ja. Mooi, dank jullie wel voor jullie berichten. Als u ook een bericht heeft dat u misschien raakt, irriteert of u bent er boos over of erg blij mee, laat het ons weten. Stuur een mail naar cafetinto@family7.nl. Stichting Ter Wille bestaat inmiddels 15 jaar. En het begon met een aantal mannen, politieagenten heb ik begrepen. En ze zagen steeds weer mensen terugkeren. En elke keer was het weer hetzelfde verhaal. En ze hebben zich ingespannen en zeiden, het moet anders. Ja. Wat moest er nou precies anders? Nou, specifiek was het een familielid van een van de 5 agenten. Ja. Die tegenwoordig als veelpleger bekend zou staan. En die stond weer voor de zoveelste keer op het hoofdbureau. Voor inbraken, onder invloed van gebruik. De jongen zat aan de heroïne. En die waren eigenlijk niet tevreden met de ambulante seculaire zorg die toen geboden werd. En die hebben met kop en kont gepakt, in de auto gezet. En die zijn richting Dordrecht gereden. Naar de hoop. Naar de hoop. Zo van, nu is het klaar. Ook voor hun van wanhoop. Ja. We weten niet meer wat we moeten. Toen kwamen ze erachter dat Dordrecht en Groningen 250 kilometer van elkaar verwijderd zijn. En toen was de procedure nog dat er 3 intakegesprekken aan vooraf moesten gaan. Dus die zijn 3 keer heen en weer gereden. Dat was 1500 kilometer verder. En ze zeiden toen eigenlijk tegen Teun Stortenbeke, de toenmalige directeur van De Hoop. Kan dat niet anders? Want op het moment dat wij iemand op de trein zetten, dan is hij bij Zwolle de weg kwijt. Die gaat echt niet aankomen. Ja. En deze zorg die hier zo goed is, want ze waren wel onder indruk hoe het op De Hoop in het dorp aangepakt werd. Ja, is voor de mensen uit onze regio eigenlijk onbereikbaar. Kom over en help ons. Ja. Dat was de kreet. Ja, want wil je vanuit Groningen naar Dordrecht, bij De Hoop, dan moet je gewoon een vrije dag nemen. Want je bent 2 uur heen en 2 uur terug onderweg alleen. Precies. Plus dat er toen nog een procedure, dat is inmiddels allemaal wat veranderd. En toen een procedure had van 3 gesprekken. Op 3 verschillende dagen. Dus dan moest je nog geïndiceerd worden. Dat was allemaal wat log en wat moeizaam. Maar goed, De Hoop heeft dat opgepakt en zei van, oké, wij willen wel komen helpen. Mm-hmm. En toen is eigenlijk Ter Wille gestart als een polykliniek voor mensen die naar De Hoop zouden gaan. En dat is het allereerste begin geweest. En er is een maatschappelijk werker bijgekomen die die passie ook had. En die is intakegesprekken gaan voeren. Ja. Onder onderaansturing van de polykliniek in Dordrecht.
En er is een vrijwillige telefonische hulpdienst opgezet. En zo is het voorzichtig aan begonnen. Inmiddels is het een organisatie met hoeveel mensen werken er? 60? Ja, we hebben 50 betaalde krachten. Ja. Zo'n 60 vrijwillige medewerkers nog. Ja. Zo. Het is een aardig clubje geworden. Een serieuze club. Ja. 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 Ik kwam gisteren een filmpje tegen. Jullie hebben volgens mij een filmpje. En ik dacht, nou, om te illustreren, laten we even kijken. Want dat feest hebben jullie gevierd, hè? Afgelopen vrijdag met een fietstocht. 14 dagen daarvoor, ja. Ja, dat was al eerder. Ja. Toen hebben jullie 100 mijl met elkaar gefietst. Ja, klopt. Het was volgens mij afzien. Ja, dat dachten we wel, maar het is wonderbaarlijk verlopen. Ja. Oké, okay, nou, daar gaan we zo meer over. We gaan even kijken. Ik heb als voorbereiding één keertje 20 kilometer, één keertje 40 kilometer en één keertje 100 kilometer. Oké. Okay. Je zou zeggen, dan moet het gaan lukken vandaag. Nou, dus we hadden gisteravond samen geconcludeerd dat ik 160 kilometer al gefietst heb. Hoe ging het fietsen? Ja, goed. Ja? Zwaar? Ja, bijna vanzelf. Bijna vanzelf? Ja. Alleen maar te trappen, meer niet. Goed om te doen. Ook om de doel zelf te halen. Dat is de meeste motivatie die ik in ieder geval heb. Misschien wel meerdere mensen. Maar ja, doordat we een goed doel voor ogen hadden, wisten we ook met elkaar gewoon ontspannen en goed met elkaar om te gaan. En dat vond ik heel fijn. Hij vond het heel fijn. Maar het was wel 160 kilometer, toch? Ja, 100 mijl. Ja. Van Den Helder naar Groningen. Nou, we zien hier dat de fietsers vrolijk rijden. Dat is nog een begin, neem ik aan, dat dit gefilmd is van die 160 kilometer. Nou, je zag de eerste was een medewerker. Ja. Die zei van bij elkaar heb ik nu dan die 160 kilometer gefietst. Die was net wakker, kon je ook wel zien. En dat is een opname in het midden. Met die jongens even alleen maar te trappen. Dat is een ex-cliënt en... De laatste interviewer was voorbij de finish. Oké, okay. En dan zien ze er toch nog heel fit uit. Ja. 160 kilometer, je hebt zelf meegefietst. Ja, ja. Helemaal van begin tot eind van het begin tot het eind volgehouden. Ja? Ja. Wat heeft dat opgeleverd voor jullie? Ja. Nou, er was afdeling PR zei van, joh, we moeten eigenlijk een actie doen en we willen wat meer op activiteit en gezondheid. Dat ligt al langer in ons op verlanglijstje. En nou, zo kwam er een mogelijkheid om een fietsactie te gaan organiseren. En nou, toen zeiden ze van, joh, wij gaan de tweede, derde, vierde, als het moet, de 100ste mijl met mensen. Zo staan we ook wel bekend. En toen zeiden we van, joh, hoe zouden we dat 15-jarig bestaan dan tastbaar kunnen maken met 100 mijl? Zo is het ontstaan. Okay. Begin juli is dat gedeponeerd. En ik met mijn eigen wijze hoofd zei van, joh, dat gaan we doen. Doe mee. Maar goed, ik had al jaren geen fiets meer aangeraakt. Ik dacht, nou moet ik er wel aan geloven. Ze zijn tegenwoordig ook elektrisch. Nou, maar dit waren geen elektrische fietsen. Geen elektrische fietsen. En we hebben elkaar nog telefonisch even gesproken. Zeiden van, ja, je kan het natuurlijk niet maken als directeur om nu af te gaan. Ik denk, nee, dat kan inderdaad niet. Nog maar wat goed. Geoefend daarna? Dat je dacht van, nu ja, moet ik toch wel. Als jij dat zegt, moet ik het twee keer zo hard oefenen. Maar ik ben vanaf juli wel aardig aan het fietsen geweest. Dus ik had er wel aardig wat kilometers op zitten. En dat kreeg me ook te pakken, moet ik zeggen. Want na de tocht heb ik nog inmiddels weer 300 kilometer erop zitten. Ik raak eraan verslingerd. Ik zei al tegen mijn psychiater, binnenkort moet ik behandeld worden voor fietsverslaving of zo. Maar het was voor jou zelf heel gezond ook dan? Ja, ja. Ja. Ja, maar, voor mij is het zeer helpend. Maar een fietsverslaving, daar hoef je er niet bij ter wille worden behandeld. Nee, ik vind hem wel vrij gezond. Het is een vrij gezonde verslaving. Ja. Nee, dus nou ja, dat zeggen we dan schekscherend. Maar het is wel mooi om dat fietsen zo te ervaren. Dat vind ik wel weer een mooie winst. En, maar goed, terug naar die dag.
Toen zijn we met elkaar zo onderweg gegaan. 5 cliënten hadden zich ook opgegeven. Iedereen heeft die tocht uitgereden. En met elkaar was dat zo'n verbinding. Een psychiater reed mee. Nou, er zijn heel wat gesprekken gevoerd, hè, die op een andere manier gaan dan in de behandelkamer. Heel therapeutisch soms, misschien wel. Ja, man. Ja. Echt. Hartstikke goed. En dat bracht zo'n verbinding. Dus nu liggen er al plannen, zeg maar. En dat gaan we nu ook realiseren, zeg maar, om een fiets... training te blijven doen. En dan komt een voetbalteam. En dan komt een runninggroep. Dus dat heeft sowieso dat alleen al uitgewerkt. Het is eigenlijk een soort spin-off voor nog veel meer beweging binnen jullie organisatie. Ja. Die gelijkwaardigheid waar we het juist over hebben. En wat we zo belangrijk in onze behandelingen vinden. Werd nog veel meer zichtbaar in het zo met elkaar onderweg zijn. Je hebt al een paar keer gezegd. Die extra mile, die extra... mijl met iemand willen optrekken. Waaruit blijkt dat jullie dat doen? Ja, dan moet ik wel even terug, zeg maar, naar onze issue van wat hebben we, waar staat de wille dan voor? Wij zijn 15 jaar geleden eerst met elkaar gaan bedenken nadat we, 13 jaar geleden, nadat we 2 jaar onderweg waren, van het bestuur vroeg ik aan mij van, zou je dat willen helpen optuigen? Zou je het willen helpen optuigen? Ik zei, dan wil ik ook graag met elkaar wel in gesprek. Waar gaan we dan voor? Ja. Wat is dan onze missie en visie? En daar is eigenlijk neergezet dat wij, zeg maar, er willen zijn voor die verslaafde cliënt en zijn haar omgeving. Mm-hmm. En dat we zorgroutes neer willen zetten van A tot Z. Maar niet alles zelf willen doen. En toen zijn we begonnen met, wat gebeurt er nu goed? De klinische zorg bij De Hoop zag er goed uit. We werken ook wel samen met het Leger des Heils. En we hebben meerdere instellingen waar de intramurale zorg goed geregeld is. Toen hebben we gezegd, dat gaan we niet doen. We gaan ons ook niet primair richten op voorlichting. En op preventie. We hebben later wel iets aan aangepast. Omdat, voorkom was daar wel. En De Hoop deed daar ook wel het nodig in. En zeiden van, waar we een mispunt zien, is dat de extramurale zorg, dus de ambulante zorg, onvoldoende geregeld is. Daar gaan we ons op inzetten. Op diagnostiek. Mm-hmm. En daar zat ook wel een persoonlijke frustratie bij me in. Dat het kon gebeuren dat mensen voor intake konden komen. Vertel je dat verhaal 3 keer. En dan... waren ze bij loket A geweest en hebben daar een behandeling gehad, gingen vervolgens naar een volgende instelling en konden weer het hele intakeverhaal gaan vertellen. Ik vond dat zo denigrerend en niet cliëntgericht. Ik zei van, daar wil ik een lans voor breken. Mensen komen binnen bij ons en wij willen die voordeur zijn van christelijke verslavingszorg en wij zorgen en wij leiden toe naar de juiste plekken. Okay, zonder omslachtige wegen. Dat werd later ketenzorg. Dat heeft ons erg geholpen, zeg maar, ook in het subsidieveld, om daar ook wat gelden voor te krijgen. Maar die lijnen hadden we al. Dat vraagt veel vertrouwen met andere instellingen. Maar wij zeiden van, we willen het faciliteren en extramurale zorg zo goed mogelijk doen. Dus we doen dagbehandelingen, we doen ambulante behandelingen. Daarin zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe wegen. We doen het in de penitentiaire inrichtingen. We doen het op allerlei verschillende locaties en we gaan er veel op af. Ja. We willen de zorg zo dichtbij mogelijk hebben. En dat doen we vanuit die houding van gelijkwaardigheid. Van oké, de diagnostiek is hier. Samen met jou gaan we plan A tot Z neerzetten. Zie je dat zitten? En dan gaan we die route zo in. En dan voegen we dat. En dan stippelen we dat samen uit. En dan is die cliënt wel leidend daarin. Ja, de cliënt heeft daarin wel het laatste woord. Ja. Ja, dus dat is misschien wel een andere benadering dan wij zijn het loket en je moet binnen ons loketje. Ja, het is inmiddels ook wel een wettelijk recht. Dus het is niet meer zo dat de behandelaar uiteindelijk maar voor het zeggen heeft. De input. Het werkt ook niet. Nee, want dan krijg je gemotiveerde. Maar ik heb nog een vraag. Heel kort, want we moeten naar een telefoongesprek zo. Oh. Mijn ervaring is dat het bij verslaafden vaak het netwerk waar ze in zitten een heel groot probleem is. Destructief, ja. Ja. Wat doen jullie daaraan? Ja, we werken met buddies daarnaast. Hè. Dus als mensen zeg maar in het herstelproces zitten en dat kan een professor, dan doen we ook een vrijwilliger invoegen. En graag hebben we dan de gezonde netwerken. Als zij zelf een gezond netwerk hebben en een gezonde familie, dan wordt die relatie natuurlijk hersteld. Die is het meest dichtbij. Maar waar mogelijk is, proberen we ook kerken in te zetten en betrokken mensen vanuit de kerken. En, en we zien die club vrijwilligers steeds meer groeien. Ja. De extra mijl meelopen. De 5D's zag ik bij jullie staan. Duidelijk, dienend, doeltreffend, deskundig, dimensionaal. Op naar de volgende 15 jaar, want
die zorg zal nodig zijn. Nou ja, en zeg maar, dat wij verschillende netwerken hebben, maken dat wij ook soms kunnen schakelen. Soms lukt het niet op die plek, dan gaan we doorschakelen naar die andere. Van, precies, zullen we dit doen? Oplossingsgericht. Ja, er is altijd een weg. Soms heel moeilijk, maar we geloven niet in hopeloze gevallen. Erik, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Ja, dat... Nou, ik heb wel een groot zorgpunt, zeg maar, als het naar de toekomst gaat. Weet je, we leven, het werd net al gezegd, we leven in mijn beleving in Nederland aardig in een Anglo-Saxische periode. Vroeger hadden we gewoon overleg en dan losten we dingen met elkaar op. Tegenwoordig rekenen we af. Hè? En is er trots en schuld. En dan zie je het om je heen. Hoe er afgerekend wordt, zowel in de maatschappij, maar nou, ik denk dat we ook moeten passen wat je net terecht zei in onze kringen. In 2015 gaat de zorg er heel anders uitzien. En ik voorzie grote sociale uitsluiting. Voor mensen die dat niet kunnen. En mijn gebed is, want het ligt ook een enorme kans voor de kerken. Een enorme kans voor de kerken. Dat de kerk weer gaat doen, voor zover ze dat nog niet doen, waar ze werkelijk voor bedoeld is. En dat is omzien naar de naaste. En mijn zorgpunt is wel, van zijn we nu, als we dat in relatie zetten tot kerken, zijn we nu barmhartige Samaritaan of zijn we priester? Oké. Okay. Mijn gebed is dat we Samaritaan zijn. Ja, priesters dus die er langs gebed, lopen en niks dat doen. De kerk weer plek, die taak oppakt. Mooi, Erik, dank je wel voor dit gesprek. De gebedspunten, straks tegen de klok van 11, zet ik ze nog even voor u op een rij. Ik heb nu aan de telefoon Wietske Zegers van de Christelijke Hogeschool in Ede. En er is binnenkort weer een open dag. 9 november is het zover. Wietske, hoe ziet die open dag eruit bij de Hogeschool in Ede? Ja, goedemorgen. De open dag is van 10 tot 3 uur. En het is een doorlopend programma. Dus iedereen is de hele dag welkom om de opleidingen te bezichtigen. Om het verhaal van de CEE te horen. En wat leuk is, deze open dag is ook dat we twee nieuwe dingen hebben. Zo is er een workshop voor je studiekeuze. Dat wordt gegeven door Paulien Vervoorn. En ook kunnen de nieuwe studentenwoningen bezichtigd worden. Ja, want dat is nieuw in Ede, de kenniscampus. Hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen? De kenniscampus is een samenwerking van diverse organisaties en scholen hier in Ede. En tegenover de CAE zijn sinds dit jaar 3 grote complexen gebouwd waar studentenwoningen beschikbaar zijn gesteld. Dus dat geeft echt een beetje het campus-idee om daar te wonen. Dat is helemaal nieuw in Ede. Dus ook op de open dag zijn die kamers, die ruimtes te bezichtigen? Ja, dat klopt. Het is helemaal nieuw en tijdens de open dag te bezichtigen. Ja. Is het nou exclusief een open dag voor jonge mensen, jaar of 14, 15, die op zoek zijn van wat ga ik straks naar de middelbare school doen? Of stel, ik wil een hele andere carrière richting. Is die dag ook voor mij? De dag is inderdaad met name ook voor tieners, maar zeker ook voor mensen die een carrière switch of een deeltijdopleidingen willen gaan studeren. De CAE heeft bijvoorbeeld ook echt een transferaanbod. Dat zijn post-HBO-opleidingen en cursussen. En ook zij zijn aanwezig tijdens deze open dag. De CAE staat op zich goed bekend, hè? Waar staan jullie nu weer in de ranking als beste hogeschool? We zijn dit jaar als tweede uitgeroepen, als beste hogeschool van de middelgrote hogescholen. Dat is dan voor het eerst dat jullie weer op de tweede plaats zijn gekomen. Na hoeveel jaar eerste plaats te hebben gehad? Ja, we waren voorheen 8 jaar de eerste keer de beste hogeschool. En vorig jaar en dit jaar zijn we nu tweede geworden. Maar daar zijn we nog steeds hartstikke blij mee. Ja, dat is een prachtige tweede plaats toch? De dag is 9 november. En van hoe laat tot hoe laat kunnen we binnenlopen? Van 10 uur tot 3 uur staan de deuren open. Oké. Nou, mooi, dankjewel. Ik wens je een hele plezierige open dag in Ede. Ja, hartelijk bedankt. Ik sprak met Wietske Zegers van de Hogeschool in Ede. Open dagen, hebben jullie dat soort wandeltochten ook met kinderen afgelegd? Waar? Nou, met kinderen naar school en studie zoeken. Ja. Ja, leuk hè? Ik wilde steeds opnieuw, ik wilde steeds opnieuw studeren. Ja. Ik vond de opleidingen nu veel leuker dan die van vroeger. Jammer hè, dat wij... Ja, echt. Echt wel. Wij zouden zo al jong willen zijn. Ja, ik vond het fantastisch. Oké. Okay. Ja.
Ja, iets minder. Jij wil geen studie meer doen? Jawel, nee. Maar, nee, ik denk... Ja, okay. Die introductie, die verkoopmomenten, dat vond ik niet... Ja, had je niks mee? Nou, niks mee. Ja. Maar je hebt ze nodig. Ja. Goed, we gaan er even uit voor de reclame. Zo na de reclame praten we weer verder. Dan ga ik met Leon luisteren naar muziek van Sarah Groves. En we hebben straks de fotomix. U kunt reageren. Café Tintel, apenstaartje family7.nl. Blijf kijken. Graag tot zo.